Yo! Look at that! Hallo en welkom terug bij een nieuwe video. Ik heb iets retardeds gedaan. Dus kijk deze 10 minuut video om erachter te komen. God, dit is awkward. Oké, hier komt ie. Zoals jullie misschien wel hebben meegekregen, zijn er ineens 4 hele oude streams van echt maanden geleden online gekomen. Die zijn waarschijnlijk of in jullie homepage gekomen, in jullie subscription feed, of misschien is het gewoon letterlijk in jullie scherm gekomen, met een notification. Dit is natuurlijk hartstikke weird. Er waren zelfs theorieën dat ik gehackt was of iets in die richting. Nou zit het niet helemaal zo, maar heel erg slim was het niet van me. Ik had dus ook op Discord al een berichtje geplaatst met dat ik die streams online zou zetten. Maar niet iedereen zit natuurlijk in de Discord. En dus heel erg veel mensen die dachten van, what the fuck gebeurt er en waarom staat dit online? Veel mensen wisten ook niet dat het een oude video of oude stream was, omdat ze niet naar de datum keken. Een beetje dom. In ieder geval, Rick, what the fuck is er nou gebeurd? Waar gaat dit naartoe? Nou, het is heel simpel. Ik heb ze dus gepublished. En dat heb ik gedaan omdat ik wou dat jullie ze konden zien. En omdat ik graag mijn 200ste uploadje wil halen, oké? Laat me met rust. In ieder geval, dat heb ik gedaan, maar ik heb iets aan... Ik heb iets moeten aanvinken wat ik niet heb gedaan. En dat is dat ik notifications uit had gezet voor iedereen. Dus nu heb ik letterlijk iets van 3000 mensen ondergespamd met notifications. Dus ja, sorry. Maar in ieder geval, ik kan het snappen dat jullie natuurlijk ditzelfde probleem niet nog een keer willen hebben. Dus vandaag ga ik even wat super slims doen. Ik ga namelijk een tutorial geven hoe je deze fout niet kan maken. Dus let's go. Alright, je upload een random bestand. Oké. En dan doe je gewoon dit allemaal wat je altijd doet. Alleen ga je dan naar geavanceerde instellingen. En je klikt dit vinkje en je klikt het uit. Als je dit doet, zorg je ervoor dat mensen niet... Als je dit doet, zorg je ervoor dat mensen niet een notification krijgen wanneer je dit uploadt. Maar het staat wel op je kanaal. Dit is eigenlijk wat ik had moeten doen, maar ik was het vergeten. Dus, sorry voor de eventuele spam of misverstand. Het kan gebeuren, dames en heren. Dus het spijt me. In ieder geval, vergeet zeker niet die like te droppen. Dat wordt altijd heel erg gewaardeerd. En abonneer als je dit soort shit leuk vindt en zo. Dus ja, later mensen. Joejoe.